Good evening, everyone. My name is Stefan Bartos, and I'm the General Manager of CompuGroup Medical Belgium. I'd like to welcome to our event, Connected to Health. This is a special moment for everybody at CompuGroup Medical Belgium, because today we also unveil our brand new offices in Oostend. COVID has had a large grasp on all of us. We at CGM want to look at the future and change things to come, not only in the way we work, but also in the way you work as a healthcare provider. We also want to take the time to thank all of you for what you have done during this time of crisis. CGM is proud to be able to constantly support you and your colleagues, especially during this crisis. Healthcare is becoming more and more digital. This has a large effect on how you treat your patients, but also on the patient itself. We have seen a sudden uprise of video consultation. The electronic patient file is more than ever an importance in our life, and e-health is becoming more and more mature. At CGM, we offer several solutions to support this digitalized healthcare, such as ClickDoc, OxyBoxy, and OxyCity. Today, our team will also be showing you some important evolutions in our products. We have some great speakers with a lot of experience in this field lined up for you, and we are very happy to have them here, live in our studio. We strive to be able to give you the best service and support. This is where our new office also comes into place. By investing in our staff and their work environment, we are also investing in you, our customers. We want to show you that we evolve with you and with healthcare, because we are all connected by health. We synchronize healthcare. Thank you very much. Het is een hele grote eer om vandaag de nieuwe kantoorgebouwen van CGM te mogen openen hier in Oostende. Een hele dikke proficiat. Voilà, alsjeblieft. Dankjewel. Welkom in ons kantoor in Oostende. We zijn super trots dat wij jullie vanavond deze realisatie kunnen tonen. Ook voor ons begint een nieuw avontuur, want na maanden thuiswerk kunnen we eindelijk onze intrek nemen in een fantastische gebouw. Laten we eventjes een kijkje gaan nemen. In deze eerste ruimte komen we terecht in een informele brainstormruimte. Dit is onze kleinste vergaderzaal. Dus hier kunnen we altijd terecht om bepaalde zaken te bespreken op een meer casual manier. Hier komen we terecht in de grootste ruimte van Hans het kantoor. Dit is voorzien voor de ontwikkelaars, dat is ook het grootste team. Je ziet dat deze ruimte is opgedeeld in verschillende eilanden. Dat komt omdat ze heel vaak in teams moeten samenwerken. Achteraan dit kantoor zie je hier een heel grote glazen wand. Dat is een concentratieruimte waar iedereen die het wil zich eventjes de stilte kan terugtrekken of videocalls kan hebben met klanten of collega's. In de gang zelf laten we ook geen ruimte onbenut. Je ziet dat er hier verschillende houten constructies zijn samengesteld. Dat is eigenlijk echt voorzien om gewoon eventjes met collega's bepaalde zaken te bespreken zonder anderen te storen. Hier komen we terecht in een heel kleurrijke omgeving. En dat is eigenlijk onze lunch- en ontspanningsruimte. Je ziet dat iedereen voldoende plaats heeft om zich heerlijk over de middag te ontspannen en zijn lunch te nuttigen. We weten ook dat deze ruimte helemaal kan worden omgebouwd naar een evenementenruimte of hier kunnen er ook perfect opleidingen worden georganiseerd. Dus je ziet dat hier alles perfect voorzien is. We zijn op de bovenste verdieping terechtgekomen en hier zitten we in onze boardroom. Dit is perfect om grote meetings te organiseren en ook voor opleidingen kunnen jullie hier terecht. In deze boardroom hebben we een heel groot scherm voorzien, zodat alle presentaties perfect kunnen worden gevolgd. Naast de boardroom hebben wij een plaats waar er koffie kan worden gezet en waar er ook een bestiaire beschikbaar is. Dus onze gasten worden hier altijd perfect ontvangen. Naast de boardroom hebben wij het lokaal waar onze interne IT en onze dienstadministratie werkt. Je ziet dat er hier nog heel veel kasten zijn voorzien, zodat alles een plaats kan krijgen. Aan de overkant vind je onze ruimte terecht. Dit is de sales- en de marketingruimte. Misschien ook een leuk weetje. Al onze tafels kunnen naar boven en naar beneden worden geschoven. We zijn standing desks. Dus dat zorgt ervoor dat ook de ergonomie van onze collega's goed wordt behouden.
Aan de overkant komen we in een heel ruim kantoor terecht. Dit is het kantoor van onze dienst support. Je ziet dat er hier heel veel plaats is voorzien. Dit is ook een dienst die ook gaat uitbreiden, zodat wij steeds op al jullie vragen kunnen een antwoord bieden. Op het einde van dit kantoor zie je ook een heel grote glazen wand. En dit is een stille concentratieruimte, net zoals deze jullie hebben gezien hier beneden. In deze hal zelf hebben we ook een koffieapparaat, een printer en een plaats waar we informeel kunnen vergaderen. Perfect als we eventjes iets met een collega willen bespreken zonder anderen te storen. Aan mijn linkerzijde komen we hier terecht in het kantoor van onze professional services. Je ziet dat er hier heel veel plaats is voorzien. Dit is ook een dienst die nog gaat uitbreiden. We merken namelijk dat steeds meer en meer klanten een opleiding op maat wensen. Dus we zorgen ervoor dat wij zeker aan al die noden kunnen voorzien. Het laatste kantoor op deze verdieping is deze van onze general manager Stefan Bartos, die jullie daarnet een speech hebben zien geven. Je ziet dat hij hier perfect zijn gasten kan ontvangen en dit is ook de perfecte ruimte om al zijn persoonlijke meetings te organiseren. We zijn aan het einde gekomen van deze rondleiding. Bedankt dat jullie samen met ons hier een kijkje willen nemen en weet, wanneer dat jullie in de buurt zijn, zijn jullie hier zeker allemaal welkom. Met trots stellen wij je CGM Coaching voor. Wanneer u ons contacteert, bekijken wij graag wat uw specifieke noden zijn. Bent u therapeut, huisarts of specialist en heeft u nood aan ondersteuning? Of vraagt u zich af of u nu wel degelijk het onderste uit de kan haalt? Wij staan u graag bij met woord en daad. Hiervoor hebben we een uitgebreid opleidingsaanbod uitgewerkt in combinatie met hardware en consulting. Wenst u een individuele opleiding of eerder in groep? Bent u reeds ervaren of zet u de eerste stappen? Dan helpen wij u graag verder. Onze opleidingen verzorgen we ter plaatse of online. Wij werken op uw maat. Tijdens onze afspraak voorzien we voldoende tijd om nieuwe info en handelingen op een rustig tempo samen te ontdekken en te oefenen. Zo wordt u klaargestoomd om vlot door uw programma te navigeren, zodat u meer aandacht aan uw patiënten kan besteden. Hardwareproblemen of vragen over de werking van uw praktijk bespreken we op een open en oprechte manier. Wenst u meer informatie over ons team en aanbod? Neem dan zeker een kijkje op onze website of contacteer ons vrijblijvend. Tot snel, het CGM Coaching Team. Hier nog een kilo peren, voilà. Hoe is het nog met uw bloeddruk, Katrien? Hypertensie, dat moet je goed opvolgen. Hè? 180 over 90, dat kan fataal zijn. Zeker op uw leeftijd. Continue hypertensie, dat kan aanleiding geven tot het vormen van inflammatoire plakkes ter hoogte van de vaatwand. Hè? En dat samen, hè, dat kan een trombus vormen. Zie je? Dat is een cluster van die plakkes. En als die trombus afscheurt van uw vaatwand, ja, dan heb je kans op een longembolie of een myocardinfarct of zelfs een herseninfarct. En dan is het... Dat is aan €20. En goed uw schorsenelen opeten, hè? Heel goed voor u. En niet te veel witte saus. Nee. Ja, ik ken u. Dank u. Goed, de volgende. Goeiedag. Dag Stijn, mag ik uw meniscus nog eens bekijken?
En, hoe voelt het? Oh, koud. Je gaat er van die spatadertjes vanaf zijn. Geloof me maar. Goedenavond, collega's. Welkom hier bij CGM. Ik ga u vandaag, vanavond, meenemen in digitalisering van de gezondheidszorg, specifiek voor de kinesitherapie. Ik ben Dirk Verleijen, ik ben kinesitherapeut. Ik ben ook sinds jaren met Axon bezig om die roadmap en het verhaal van de digitalisering in de gezondheidszorg mee vorm te geven, mee inhoud te geven en we sturen de kracht om eigenlijk dit verhaal naar de toekomst toch te bewaken. Vanavond gaan we proberen van een aantal uitdagingen, mogelijkheden, een aantal vragen toch een antwoord te geven. In het eerste, is mijn patiënt in orde met zijn verplichte ziekteverzekering? Hè? Wanneer werk ik op mijn eerste elektronisch kineverwijsvoorschrift? Krijg ik inzage in medische verslagen? Is mijn computersoftware klaar voor digitale communicatie? Wanneer ga ik digitale kennisgevingen en akkoorden doorsturen, digitaal, elektronisch, moet ik niet langer postzegeltjes plakken. Hè. Wanneer kan ik digitaal factureren naar de ziekenfondsen? Wie gaat me helpen in die digitale switch? En tegelijkertijd, hoe realistisch zijn deze vragen en hoe ver staan wij vandaag? Daar gaan we vanavond proberen een uitleg aan te geven. Maar ik neem u eerst graag mee een beetje in de historiek. Hè. Tot het jaar 1985, en ik zal maar zeggen in de jaren 80, is eigenlijk de digitalisering, de computers, de kleine pc's zijn in opmars gekomen. En voordien had iedereen of iedere kinesitherapeut zijn affichebak met al zijn patiëntgegevens in. Dat was de manier van werken, zo deed ik het ook vroeger. Het is in de jaren 80, jaren 90, dat dan eigenlijk de eerste vorm van computers er gekomen is. Tot op vandaag hè, zitten we nog altijd mee in dat verhaal van pc's, printers, dat soort zaken. Dat is het verhaal. Nu, er zijn een paar data die toch wel belangrijk zijn in dit verhaal. 2002, minister Van den Broeke vond dat er een nieuwe nomenclatuur moest komen voor de kinesitherapeuten. En dan tegelijkertijd is er dus een patiëntendossier. Is er ook een mogelijkheid ontstaan waarbij dat je als patiënt, als kinesitherapeut ook kon vergoed worden voor die patiëntendossier en je kon dat gemakkelijk op een zeer eenvoudige manier in je kinesoftware eigenlijk inplakken. 2006, telematica premie, ook belangrijk naar die software. 2013, 2016, een eerste keer gehomologeerde software, in 2016 een revisie, in 2020 maar door COVID een beetje uitgesteld en we hopen dat het dit jaar eigenlijk toch wel in orde komt, dan krijg je dus een nieuwe versie van gehomologeerde softwarepakketten die dus klaar zijn om uitgerold te worden, overigens België, Vlaanderen in ieder geval. Momenteel, de softwarepakketten, je kunt perfect met je patiënt, als hij met zijn ID komt, inloggen via ItMe, allemaal van die zaken die je kunt regelen. Maar belangrijk is nu, en we staan hier echt terug op een nieuw turnpoint, de e-agreements. Ja. Dat zijn de akkoorden, dat zijn de kennisgevingen. Tot op heden heb je nog altijd je postzegeltjes moeten plakken. Wel, eind dit jaar, begin volgend jaar, zit het erin. Dat staat nu zo in de sterren geschreven en ik hoop dat er niet te veel uitstel van komt. Hè. Misschien ergens een paar maanden, hoogstens, maximum. En dan kun je stoppen met postzegeltjes plakken en kun je dus je kennisgevingen rechtstreeks doorsturen naar de mutualiteiten. Ook het elektronisch kinesitherapeutisch voorschrift. Hè. Dat zit nu in een stroomversnelling. We zijn er al een paar jaar mee bezig. Dat is even opgestart ten tijde van Magie de Blok. Nu is dat terug online en een beetje actueel. Morgen zit ik daar samen mee met op het kabinet Van den Broeke, om dat daar toch ook ergens een uitrol te geven en een tijdslimiet. Ik denk dat we dit in de loop van volgend jaar, het jaar erop, toch kunnen georganiseerd krijgen. Nu, momenteel werkt iedereen nog wat met een pc. Later
gaat dat natuurlijk met tablets en in de cloud het verhaal evolueert. En we zien dus eigenlijk de digitale revolutie die eraan komt. Nu, laat ons kijken vooral naar de roadmap e-gezondheid en e-health. En specifiek voor de kinesitherapie, wat is er eigenlijk zo allemaal zo digitaal in ons kinesitherapeutisch handelen? In de eerste plaats in ons methodisch handelen, hè, daar is dat een beetje nieuw toegekomen, dat is zorg op afstand, de tele- en videoconsultaties. Hè. Tele, toch een beetje tussen haakjes, als kinesitherapeut bent u toch met uw patiënt bezig, dat is toch niet zo handig, dat lijkt ons eerder iets voor de artsen, de teleconsultaties, maar zeker de videoconsultaties, daar zijn mogelijkheden voor. Allicht onder voorwaarden van kwaliteit, van privacy, van allerlei facetten, criteria die eraan belangrijk zijn. Telerevalidatie en mobile health toepassingen. Ook daar moeten we kijken hoe dat je patiënten naar de toekomst kunt coachen met applicaties, met zaken. Hoe dat we eigenlijk de sector kinesitherapie kunnen verankeren en die zaken daarin echt kunnen vormgeven naar de toekomst toe. Innovatieve technieken zoals de applicaties, maar ook de wearables. Hè. We kennen ze allemaal. De appjes op uw smartphone, digitale meetinstrumenten, virtual reality. Heel wat collega's werken daar al mee. Artificiële intelligentie en robotica zijn dingen die naar de toekomst toe toch meer en meer ingang gaan vinden in de kinesitherapie van de toekomst. Los van dat methodisch handelen is eigenlijk de hoeksteen van iedere kinesitherapeut zijn elektronisch kinedossiers. En echt, daar is het dat is de kernboodschap van iedere kinesitherapeut, hoe dat hij handelt met zijn patiënten en hoe dat hij daarmee omgaat. Inhoudelijk, medico-administratief, hoe gaat die digitalisering daar zijn van over alle facetten van het methodisch handelen tot uiteindelijk het inclusief de verslag geving naar de voorschrijvende arts of de globaal medisch dossierhouder, het klinisch redeneren, allemaal digitaal ondersteund, hè, eventueel door decision support, evidence linkers, dataregistratie. De hoeksteen van de kinesitherapie met zijn patiënt is dat elektronisch kinedossier. Vroeger was dat je fichebak, nu kijken we echt uit naar dat elektronisch kinedossier. Dat dossier moet in staat zijn om gegevens te kunnen delen en te delen met andere zorgverstrekkers, voorschrijvers, de patiënt, uw eigen collega's, allemaal zeer belangrijk. Tweerichtingscommunicatie met de mutualiteiten en daar kijken we uit naar MDA member data is dat. Dat is de uitgebreide verzekerbaarheid. Momenteel weet je dat je dus, als je een goed programma hebt, dan kun je de verzekerbaarheid van je patiënt controleren. Dat is bij MyCare, die gaat er gaan kijken. Met die MDA gaat je nu naar de toekomst toe toch iets meer zien, bijvoorbeeld het palliatief statuut van je patiënt, een aantal andere zaken, of dat hij derde betalingsregeling mag hebben, dat soort dingen. Maar ook wie dat de globaal medisch dossierhouder is. Want dat is toch wel belangrijk als je je verslag gaat geven naar je voorschrijvende arts. Stel je voor, het is een operatie, het is gebeurd in het ziekenhuis, orthopedist maakt een voorschrift. Ja, het is dan toch wel goed dat de globaal medisch dossierhouder, de huisarts dikwijls, toch ook op de hoogte is van wat er eigenlijk gebeurt met die patiënt binnen de kinepraktijk. En dat je dat verslag zowel stuurt naar die voorschrijvende specialist in het ziekenhuis als naar de globaal medisch dossierhouder. Goed, wat nog? De e-agreements, dat zijn dus die elektronische kennisgevingen. E-attest, e-facturatie, dat is derde betalingsregeling, maar ook het systeem dat je niet langer meer op die matrixprinter je getuigschriften moet afdrukken, maar nee, dat je dat rechtstreeks naar de mutualiteit kunt sturen. De patiënt betaalt u de tramgeld, de opleg, en de rest gaat naar de mutualiteit. En af is die zaak. Communicatie met andere zorgverleners, hè, collega's, kinesitherapeuten, de voorschrijvende artsen, maar ook interprofessionele gegevensuitwisseling. En daar kijken we vooral naar de geïntegreerde zorg, die steeds meer en meer eigenlijk in het oog valt van en dat iedereen wenst te hebben, de zorgsystemen van de toekomst kijken uit naar geïntegreerde zorg. Niet iedereen op zijn eigen vakje zitten, nee, samenwerken met die patiënt. Elektronische verwijsvoorschriften, hè, de kinesitherapeutische verwijsvoorschriften. Momenteel is dat op papier. Naar de toekomst toe gaat dat elektronisch, digitaal zijn. De arts vanuit zijn software, zijn artsensoftware,
maakt een voorschrift aan, stuurt dat door naar de patiënt in de cloud. De patiënt biedt zich aan bij de kinesitherapeut naar zijn keuze. Die kan dat capteren uit de cloud via zijn software en voilà, de zaak is rond en je kunt ermee aan de slag gaan. Vandaar ook zo zeer belangrijk dat de kinesoftware, en dan kijk ik vooral naar sommige pakketten die ook beschikken over artsensoftware, het is wel gemakkelijk als die in hetzelfde pakket zitten, dan kennen die elkaar beter, die communiceren gemakkelijker, dus dat is een manier van werken dat faciliterend is. Ook in die kinesoftware moet een integratie zijn van een aantal centrale dienstenplatformen, zoals MyKinet, dat je rechtstreeks die verzekerbaarheid kunt aanroepen, dat je kennisgevingen kunt doorsturen. Maar ook e-health, hè, dan kijken we vooral naar die e-healthbox waar dat je verslagen kunt doorsturen, de kluizen waarin gegevens zitten, de hubs waar ook in gegevens in zitten, dat zijn zo zaken. Technologie als middel, ja, inderdaad voor een betere performantie, waar dat je dus een real-time monitoring, waar dat je eigenlijk dan als, ja, vanuit je dossier en vanuit je gegevens dat je hebt in connectie met de buitenwereld, met andere zorgverstrekkers kunt zien van is die patiënt al ja, bij een andere kinesitherapeut geweest bijvoorbeeld. Dat gaat je met die digitale toekomstige modellen toch wel beter kunnen zien. Dat is die real-time monitoring, zelfmanagement en de empowerment van de patiënt, de PROMS en de PREMS erbij genomen. Er zijn ook een aantal andere gezondheidsportalen die daar aansluiten. MyRisif, MyHealthView, de e-box, de e-healthbox, dat soort dingen. Zeker en vast belangrijk. Goed, binnen die roadmap e-gezondheid en e-health zijn er een aantal acties. Hè. Typische acties en een van de eerste acties die al jaren op het programma staat, dat is dat elektronisch voorschrift. Het is geen naschrift, het is een voorschrift. Dat wil zeggen dat de arts het voorschrift aanmaakt en de kinesitherapeut het uitvoert. We zijn daar nu mee in overleg met zowel het RISIF als met het kabinet, als met een aantal partners om dat platform te ontwikkelen en te structureren. En we kijken er naar uit om in de volgende jaren dat ook eigenlijk ingang te laten vinden. Ik denk dat dat veel gaat faciliteren, veel gemakkelijker maken en de work-life balance van de kinesitherapeut ook verbeteren. Hubs en meta-hubs, hè. Zo zijn er een aantal, Abrumet, COSO, Réseau Santé Wallon, Vitalink, een aantal andere. Ja, daarin gaat je bijvoorbeeld een aantal registraties kunnen doen, hè, de informed consent, hè. Maar ook het patiëntenverslagen, gegevens, documenten gaan consulteren van als de patiënt in het ziekenhuis geweest is. Dat zijn zo van die zaken die je daarmee kunt. Dat moet ingebouwd zijn in je kinesoftware. Die kinesoftware die nu eigenlijk niet naar een aantal standaarden en terminologieën gaan, naar de toekomst toe. Vroeger was het KMER, dat was het systeem. Nu kijkt men eerder naar HL7 FHIR. Dat wordt eigenlijk de oude Belgische standaard die nu naar een meer performanter systeem gaat, waarbij dat je eigenlijk gegranuleerd bepaalde delen van het patiëntendossier gemakkelijker kunt gaan doorsturen van de ene zorgverlener naar de andere. Ook de care sets. Hè. Bijvoorbeeld, het heeft ook ja, een zekere meerwaarde dat jij als kinesitherapeut bepaalde parameters van je patiënt niet meer moet gaan controleren als die door een andere zorgverlener dezelfde dag of enkele dagen daarvoor ook gecontroleerd zijn. Door het eenvoudig eensmaal inbrengen in de software van andere collega's gaat je zelf over die gegevens kunnen beschikken. De patient migration format, hè, dat zit nu in de homologatiecriteria van alle kinesoftware en daar gaat nauwlettend door toegekeken worden dat dat echt correct loopt. Dat wil zeggen dat je je patiënten kunt laten migreren van het ene pakket naar het andere, maar ook van de ene kinesitherapeut naar de andere. Dat behoort tot de nieuwe criteria voor de volgende jaren. MyKinet, het IA-test, MDA, e-agreements, hebben we het daarover gehad. Dat komt nu nieuw en dat gaat nu vooral de e-agreements, de elektronische kennisgevingen, zeer belangrijk. Mijn collega De Kempeneer, die straks aan het woord komt, gaat dat ook nog uitvoerig uitleggen. Voor eind dit jaar, begin volgend jaar, eerste kwartaal, voorzien we toch dat het gedaan is met zegeltjes plakken, maar dat je vanuit uw software uw kennisgeving rechtstreeks naar de mutualiteit kunt sturen en online direct, recto verso, uw akkoord krijgt. Dus beter kan niet. E-healthbox, e-health certificaat, Mobile Health,
En de validatiepyramide toch wel een issue dat belangrijk is, hè, want we weten dat. En ik denk dat het zeer belangrijk is, ook als beroepsorganisatie, dat we daar op toezien dat het eigenlijk niet het algoritme is van een computer die bepaalt welk programma een bepaalde patiënt moet gaan volgen bij zijn kinesitherapeut. Het is toch altijd nog de intellectuele waarde en de experience en de ervaring en de competentie, de vaardigheid, de skills en het contact, de empathie met de patiënt die toch wel belangrijk zijn in gans dit verhaal. Mobile Health is mooi, het is een aanvulling, het wordt een en-en verhaal in het kader van de patiënt op te volgen, te coachen, zeker met de wearables, maar het mag niet de bedoeling zijn dat dat de gezondheidszorg of de kinesitherapie gaat overnemen. Therapeutische relaties, de circle of trust, toch wel belangrijk als je binnen een groepspraktijk werkt, dat iedereen uit die groepspraktijk dan toch wel over die patiëntgegevens kan beschikken. Hè. Toegang tot gegevensdeling, we weten dat, men doet daar soms moeilijk over en we weten nu vanuit de e-health monitor, hè, dat bijvoorbeeld de oudere artsen minder geneigd zijn om toegang te verlenen tot gegevens, hè, van patiënten, gezondheidsgegevens. We spreken nu niet meer over summers, maar over een samenvatting van gezondheidsgegevens. Als die in FHIR opgeslagen worden, dan kunnen die gegranuleerd, hè, met stukjes gedeeld worden met zorgverstrekkers. En dat zou ook voor de kinesitherapeuten gemakkelijker zijn. Dat zou dan echt de mogelijkheid regelen om toch toegang te hebben tot gezondheidsgegevens. Dat is de paradigma shift. We zijn daar samen met de overheid, het TRISIF, naastig mee aan het werk. En men ziet dat als een prioritair project voor onze sector. De BelRAI. U kent de CAT-schaal. De BelRAI is een nieuwe screeningstool voor residentiële zorg, maar ook voor thuis en voor chronische patiënten die in de thuissituatie zitten. Ook daar is een belangrijk deel van kinesitherapie een tool waarbij dat je online en digitaal kunt gegevens invullen vanuit uw sector en vanuit uw competentie. Tegelijkertijd, binnen die digitalisering kijken we ook vooral naar een aantal authentieke bronnen. En dan zien we dan van de gegevens die in MyRisif zitten, waarin Cobra, hè, dat is een soort register waarin alle gezondheidsprofessionals zitten, praktijkregistraties, daar zijn we nu bezig mee op de FOD Volksgezondheid en op het RISIF om te zien van wie waar werkt en wat hij doet en met wie hij dat doet en in welke omstandigheden, gekoppeld aan bijzondere bekwaamheden, klinische interesses, al dat soort zaken. Dat is nu de praktijkregister, dat is eigenlijk het dynamische register. Ook dat zal naar de toekomst zeer belangrijk zijn. De gezondheidsportalen, Mijn Gezondheid, My Health Viewer, u kent dat nu met de COVID, hè. Je kunt daar gaan zien naar je COVID-certificaat of dat je vrij bent om te reizen deze zomer. Réseau Santé Wallon, Brussels Gezondheidsnetwerk, Vitalink, dat zijn van die kluizen die daar allemaal aan gekoppeld zijn. Dat zit allemaal in acties verbonden aan de roadmap e-gezondheid en e-health en die naar de toekomst toe telkens stilaan meer en meer ook de kinesitherapie in dit verhaal meenemen. Natuurlijk kennen we allemaal dokter Google. Hè? Veel wat patiënten komen langs en ze hebben eigenlijk al op internet al gekeken van wat hun aandoening is. Hè? De patiënten komen al van, meneer de kinesist, ik heb mijn Achillespees verrokken en ik heb al gezien die en die oefeningen moet doen. Dat is dokter Google, dus het internet, de digitalisering. De burger, de patiënt, weet al zijn weg te vinden en ja, probeer hem dan maar eens uit te leggen dat je het eigenlijk beter weet dan dat er allemaal op het internet te vinden is. Dus toch wel zeer belangrijk. Maar er zijn natuurlijk ook gevaren. Dat is dat men patiënten gaat toeleiden naar bepaalde instellingen, dikwijls naar dure tweede lijns gezondheidszorg, hè, terwijl men vraagt, men stuurt patiënten of men linkt hen via bepaalde applicaties. Maar natuurlijk ook Zora, hè, in de home care, in de woonzorgcentra zijn er al robotjes tegenwoordig die dus de patiënten bezighouden of oefeningen laten doen. Maar misschien naar de toekomst toe heb je zo wel een robotje in uw inkomhal van de praktijk staan, die de patiënten misschien zijn temperatuur al meet, die misschien al een aantal administratieve gegevens afwerkt. Dus dat is toch allemaal een beetje behoorlijk futuristisch, maar toch
Daar moeten we daar rekening mee houden. Goed, rond de digitalisering enkele issues. De telematica-premie. Hè. Die staat momenteel sinds vorig jaar eigenlijk al wat ter discussie. Gedurende jaren, hè, we weten het, vanaf 2006 wordt die jaarlijks uitbetaald voor wie een kinesisch softwarepakket bezit. Hè. Ja, we denken dat eigenlijk het gebruik stimuleren dat dat veel belangrijker is dan het bezitten van dat, die kinesisch software. Je moet er iets mee doen. Wat altijd uit dat jij al uw patiëntengegevens en al uw onderzoeken en al uw bevindingen, al uw verslagen in uw dossier zit, of dat in uw fichebak zit of op uw computer staan, als die daar blijft zitten, dan doet niemand daar iets mee. Dus we denken dat het gebruik op een of andere manier moet gestimuleerd worden. Het tweede issue daar rond is natuurlijk, hoe gaat je die premie? Kunnen we misschien met die premie iets anders doen? Hè? Alle jaren €800 ontvangen is wel leuk, maar het is misschien beter om dat in te zetten, om de dossierkost iets te verhogen of op een andere manier. Er wordt over nagedacht, allicht naar de toekomst toe gaat dat wat veranderen. Pathologieregistratie, een oud issue waar we al een tijd mee bezig zijn, omdat we eigenlijk niet weten wat zijn we hier allemaal aan het doen. Er gaat ongeveer een 300 à 400 miljoen euro per jaar naar de courante aandoeningen. We weten eigenlijk niet wat er dan allemaal gebeurt. De mutualiteiten registreren niet, wij registreren ternauwernood in onze eigen kinesisch software en tezamen weten we eigenlijk niet wat er gebeurt. Wel, wij denken dat vanaf het moment dat we nu die e-kennisgevingen, dus die digitale kennisgevingen doorgeven, dat er ook een soort coderings- en registratiesysteem kan ontstaan dat niet echt een pathologieregistratie is, want eigenlijk behandelen wij geen pathologieën, maar we behandelen ja, oorzaken, syndromen, situaties die gelinkt zijn aan een bepaalde pathologie, fysische stoornissen, dat soort zaken. Dus pathologieregistratie is een moeilijk item bij ons. Maar in ieder geval, dat zou ons toch een idee geven om te weten wat soort aandoeningen er allemaal gebeurd worden. En ja, dan kun je ook in real-time gaan registreren. En dat kan eventueel naar de toekomst toch wel het voordeel hebben dat als uw patiënt bij een andere kinesisch therapeut al geweest is, dat je direct online kunt zien van, oh, die is al eens behandeld voor die rugklachten. Ik heb hier een probleem als hij met een nieuw voorschrift komt. Je hebt die van die shoppers, je hebt van die mensen die het eerlijk zeggen, je hebt er die het niet eerlijk zeggen. Dat is altijd te vermijden van correctiedocumenten. Dus we denken ook daar dat er daar vanaf volgend jaar toch wel een extra tool bij komt. Homologatie van de kineprogramma's, die komt eraan. Waarschijnlijk eind dit jaar. Je gaat daar terug een lijst van zien op e-health wie dat er gehomologeerd is. En ik denk dat het aan u allemaal de keuze is om uit te maken welk programma voor u het beste past. Dat is soms een beetje persoonlijk. Dat is zoals een auto. De ene rijdt liever met een 2 pk, de andere rijdt liever met een Porsche. Beiden raken ze wel aan de kust of in de Ardennen, maar het is op een andere snelheid en op een andere manier. Goed, vanuit ons elektronisch kinedossier, en ja, dat is dus de toegangsproblematiek, hè. Ja, daar ontvangen we en delen we toch wel graag wat informatie. En wat is algemeen gekend, wat willen we altijd wel weten, dat zijn medische beeldvorming, radiografieën, echo's, CT-scans, NMR's, dat soort zaken. Maar ook resultaten van onderzoeken, EMG, neurologie, endocrinologie, pneumologie, afhankelijk in welke ja, specifieke setting gewerkt, pediatrie, ja, bent u pediatrische kinesietherapeut of houdt u zich eerder bezig met neurologische kine? Het is wat verschillend wat dat je dan graag van onderzoeken zou zien. Operatieverslagen, operatiecodenummers, het ontbreekt nogal iets. Hè. Als dat een elektronisch voorschrift is, dan gaat dat operatiecodenummer er automatisch bij komen. Toch wel wat gemakkelijker, faciliterend werken naar de toekomst toe. De gezondheidssamenvatting, ook het medicatieschema, vaccinatie, allergieën, social risk. Toch sommige items die toch wel belangrijk zijn, dat je dat als kinesietherapeut weet van je patiënt. Wat voor zaken, yellow of red flags, dat je toch moet een beetje rekening mee houden en waar dat je kunt op inspringen. Verslagen van revalidatie in het ziekenhuis, in revalidatiecentrum, psychomotorische problematiek, allemaal zeer belangrijk. Multidisciplinaire rapportering, kinderverslagen, journaalfunctie, het elektronisch woonzorgcentra dossier, de kinesietherapeut die eigenlijk in zijn patiënt ziet van zijn thuissituatie naar het ziekenhuis gaan op geriatrie en daar, van daaruit naar
het woonzorgcentrum gaat. Het zou toch wel leuk zijn als je daar een patiëntvolgend dossier hebt en dat men toch wel weet en ziet hoe dat evolueert met die patiënt. Dus dat zijn toch een aantal issues naar de toekomst waar we oog moeten voor hebben. Nu, wat doet een goed Kine software pakket voor u automatisch? Hè? Buiten het feit dat je natuurlijk zelf je gegevens moet invullen, maar administratief moet dat geregeld zijn. Hè? Vooral voor de patiënten, voorschriftgegevens, rekeningen maken, overzichten, type brieven, documenten, scans maken, dat moet allemaal goed voorzien zijn. Een agendafunctie waar dat je afspraken kunt registreren, waar dat je zelfs online afspraken kunt maken, waar dat je een online afsprakensysteem kunt naar de buitenwereld kenbaar maken via je website of via een ander systeem. Klinische dossiers, verschillende systemen, verschillende methodes om te noteren van uw klinische gegevens en het genereren van verslagen, dat op een eenvoudige manier komt, dat je met één druk op de knop eigenlijk je verslag genereert en doorstuurt naar de arts of naar de patiënt die erom vraagt. Inlezen van EID-gegevens voor nieuwe patiëntenfiches of dus eventueel controle op bestaande contactgegevens, dat je dat dus even kunt nakijken. Versturen en ontvangen van verslagen via de e-healthbox of via dienstenplatformen zoals MyCareNet. Synchroniseren van gans uw dossier op uw smartphone, tablet, pc, buiten uw praktijk. Zelfs als je in het weekend in uw tweede verblijf bent, dat je toch even het een of het ander kunt controleren of aanvullen. Opmaken van rappels, loonberekening als je met meerdere werkt, ontvangsten opvolgen, openstaande rekeningen, genereren van inkomsten, statistieken over, voor je boekhouding, maar ook voor eigen gebruik, zo, voor eens te zien van welke dokter schrijft voor, wat schrijft hij meestal voor, wat niet. Wat. Het genereert of geeft een beeld van welke patiënten heb ik hier, welk soort aandoeningen behandel ik het meest, dat soort dingen. Op pc, op laptop, op gsm, in de cloud, groepspraktijken, al dan niet multidisciplinair. Kine software moet het doen. En zeker en vast pakketten die ook artsen en andere paramedische pakketten in hun systeem hebben, is het toch wel vrij goed om dat te bezien. Goed. Een voorbeeld hè, van allemaal mogelijkheden. We kennen ze allemaal, de watchen, de Apple Watches, de wearables, zelfs speciale smart kleding, de linken met de gsm, maar ook de computer, de robotjes die patiënten gaan oefenen in verschillende settings, maar ook de iets wat naar de toekomst en maar nu momenteel ook al toch wel de heel specifieke revalidatie aan de hand van robots en nieuwe innovatieve technieken die er aankomen. Wat is belangrijk en blijft belangrijk, dat is dat technologie en digitalisering, dat vervangt niet de menselijke interactie op de echt essentiële momenten waar dat je contact hebt met je patiënt. Het moet dienend zijn, digitalisering moet dienend zijn, het mag niet het uiteindelijke doel zijn, nee, het moet een middel zijn, echt om die interactie tussen u en uw patiënt op een eenvoudige en gemakkelijkere manier te dienen. Dat wil ook zeggen dat we nood hebben aan digitale competenties. De jongeren die hebben dat al voor een stuk eenvoudig meegekregen, omdat ze gewoon zijn met die apps en met die smartphones en met die computers. De oudere generatie heeft het er nog wat moeilijk mee, maar toch, er is een inhaalbeweging en in ieder geval naar de toekomst toe, een aantal digitale competenties, een aantal nieuwigheden in de digitale wereld, zal het toch wel moeilijk maken om ons altijd bij te houden. Dus blijvend die wetenschap omarmen, u regelmatig vragen stellen, is dat een meerwaarde of niet? En zorg blijft door zijn empathie toch steeds veel meer dan zomaar evidence-based practice. We zeggen een change management, we moeten echt die klik maken vandaag en overgaan naar een ander systeem waarbij dat we meer gaan kijken naar digitalisering, naar de gezondheidszorg. En het is niet alleen voor onze sector, voor de kinesietherapie, het is ook voor de logopedie, het is voor de ergotherapie, voor de psychologen, voor de artsen, voor de apothekers, de tandartsen, de ganse sector, iedereen. En
ja, het wordt een change management om die digitalisering mee te nemen. Expertise en ervaringsdeskundigheid, ja, zeer belangrijk, blijven belangrijk. De omkadering van die digitalisering. Ja. En tegelijkertijd dienend naar die work-life balance. Zeer belangrijk dat je, en dat is de fout die die digitalisering, en dat we niet mogen toelaten, dat is, het is niet omdat je nu telkens en overal bereikbaar bent met je gsm, dat je dat moet toelaten dat je patiënten nu op alle momenten lastigvallen. Ik kan me voorstellen dat je op een bepaald moment door het gebruik van wearables en apps, dat je patiënten kunt gaan sturen, gaan coachen, gaan bijsturen, oefeningen doorgeven, van alles. Ja, laat je werk en je privé toch op een bepaald moment afsluiten en zeggen tot hier en niet verder. Je moet jezelf niet de slaaf laten worden van de digitale wereld die je constant altijd bereikbaar vindt en altijd op iets anders afrekent. Dus verantwoord, kritisch en ethisch omgaan met digitale en niet-digitale communicatie wordt een zeer belangrijke oefening naar de toekomst toe. Alvast bedankt voor te luisteren, voor uw aandacht. Ik hoop dat iedereen die technologie en die digitalisering omarmt met een goed softwarepakket, een goed software, een kinepakket, absoluut. Ik denk dat deze mensen hier daar alles aan doen om daar een zeer belangrijk pakket van te maken. En bedankt om hier vanavond aanwezig te zijn. Dank u. Goedenavond iedereen, mijn naam is Gregory de Kempenaer, ik ben projectmanager en ik werk voor het MIC. Vanavond ga ik jullie over de digitalisering van de kinesector door de verzekeringinstellingen spreken. Mijn doel voor vanavond, ik heb eigenlijk twee doelen. De eerste, de rol van de ziekenfondsen verduidelijken. En de tweede, onze verschillende diensten die we bieden voor uw sector. Ik ga proberen om deze verschillende diensten voorstellen die ter uw beschikking zullen zijn voor uw praktijk. Dus projectmanager bij het NIC, dat is prima, dat is mooi, maar wat betekent dat precies? Wat is het NIC? Wat is zijn rol? Zoals jullie alle weten, zijn er verschillende ziekenfondsen en verzekeringinstellingen in ons land. Dus in België, we hebben de christelijke mutualiteiten, de neutrale mutualiteiten, de socialisten, de liberale, de onafhankelijke mutualiteiten, de hulpkassa voor ziekte- en invaliditeitverzekeringen en een kassa speciaal voor de medewerkers van NMBS en Infrabel. We hebben dus 7 verschillende verzekeringinstellingen. En daar komt het NIC. Het NIC is dus het Nationale Intermutualistische Collega. En we hebben verschillende rollen. Ik ga 2 rollen hier uitleggen. De eerste is dat we moeten de coördinatie doen voor de verschillende intermutualistische projecten. Tussen de 7 verschillende VI's. En de tweede is het beheer van de elektronische uitwisselingen. Tussen de 7 verschillende verzekeringinstellingen, de 7 VI's en de buitenwereld. Dus in het bijzonder degenen die betrokken zijn bij de gezondheidszorgen. Dus als zorgverleners zijn er individuele zorgverleners, maar ook instellingen. We spreken dus over artsen, tandartsen, de kiné, maar ook over de ziekenhuizen, medische huizen enzovoort. Hoe precies kan een zorgverlener een bericht sturen aan een VI via de MyCarnet-diensten? Dus MyCarnet-diensten zijn webservices die door de ziekenfondsen aan de zorgverleners worden aangeboden en meestal via hun software. De softwarepakketten moet onze webservices implementeren zodat jullie onze webservice kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld de verschillende software van CGM. Onze doel is altijd om een win-win situatie te bedenken.
Dus een win-win situatie te bedenken voor de zorgverleners, voor de patiënten, de leden van de VI's dus, en voor de VI's zelf. Hoe kan dat? Dankzij de voordelen van een doordracht digitaliseren, dus de digitalisatie van een sector, van een dienst, er is altijd veel voordelen. Dus bijvoorbeeld, ik heb hier enkele voorbeelden gegeven, verhoogde beveiligingen, dus qua transport, qua tracing, er is effectief geen verlies van papier mogelijk. Een ander voordeel is een enorm administratieve vereenvoudiging voor iedereen. Een snelheid van verwerkingen, bijvoorbeeld met een sneller terugbetalingen. Een verhoogde kwaliteit, dus uw softwarepakketten gaat bijvoorbeeld automatisch sommige velden invullen voor u. Er is ook prevalidatie die gebeurt. Dus er zijn veel voordelen aan de digitalisatie. Dus dit zijn slechts enkele voorbeelden. En voor elke MyCareNet-dienst hebben we deze voordelen. Misschien om u een idee te geven, MyCareNet in 2020, het is meer dan 1 miljard uitgewisseld berichten. Concreet, voor de kiné, wat zijn de diensten die ter uw beschikking zullen zijn? Ter info, de digitalisering van uw sector is de afgelopen 2 jaar een van de topprioriteiten van de VI's. Het NIC heeft dus in samenwerking met de VI's, het RISIF en ook Axon een roadmap opgesteld in 2019. En dat betekent dat wij 4 verschillende webservices gaan bieden. De eerste, member data. Dan e-agreement. En e-attest en e-fact. Ik ga nu de bedoeling van deze diensten voor u samenvatten. Member data, dus de eerste van deze roadmap. Dit is een dienst om mutualistische patiëntgegevens te raadplegen. Dat betekent dat via 1 raadpleging kunnen jullie verschillende informatie krijgen. Dus bijvoorbeeld gegevens over de verzekerbaarheid. Is uw patiënt in orde qua verzekering? Is uw patiënt bij een medische huis ingeschreven? Ziekenhuisopname? Heeft uw patiënt een palliatief of een chronisch statuut? En wie is zijn GMD-ouder? Die zijn de gegevens die beschikbaar zullen zijn voor de kiné. Er zijn andere gegevens die beschikbaar zijn, maar voor andere sectoren, bijvoorbeeld voor de huisarts, die niet speciaal nodig zijn voor uw sector. De basisprincipe voor member data. U gaat uw patiënt krijgen, u gaat zijn patiëntendossier openen en dan gaat uw soft een automatische raadpleging doen in real-time. En dus u gaat bij de opening van de patiëntendossier altijd deze gegevens up-to-date krijgen. De belangrijkste voordelen van deze dienst. De eerste is een correcte facturatie. U bent zeker dat uw patiënt in orde is qua verzekerbaarheid. Ook een betere kennis van de mutualistische dossier van de patiënten. Indien nodig kunt u gemakkelijker nu contact met zijn huisarts opnemen, bijvoorbeeld. De tweede dienst is e-agreement. Dus e-agreement aanbood de volgende aangeboden dienst. Dus de digitalisering van het gehele proces van kennisgeving, behandelingen, aanvraagakkoord. Dus ik heb sommige voorbeelden hier geschreven. Dat is concreet geen papier meer. U gaat de ganse proces, we hebben de ganse proces geïmplementeerd. Jullie krijgen dus uw patiënt. U mag aanvraag sturen
om een medisch akkoord te krijgen. En u mag kennisgeving van de verschillende behandelingen. Dus bijvoorbeeld, er is een mogelijk om raadpleging te doen. Dus u gaat uw patiënt krijgen, u gaat een raadpleging doen via e-agreement en u gaat krijgen de lijst van de verschillende akkoorden en behandelingen van uw patiënten. De huidige en ook misschien de oude behandelingen. U mag dus kennisgeving van een behandeling aanvragen, of een akkoord aanvragen, sorry. U mag ook een verlenging van een akkoord aanvragen. Er zijn in totaal 10 verschillende stromen die voorzien zijn. Ik ga hier niet de 10 verschillende stromen in detail uitleggen. Maar dus, de bedoeling is absoluut geen papier meer. Dus geen papier voor de FA-pathologie, voor de chronische pathologie, voor de zware pathologie en ook voor de courante en ook voor andere behandelingen. Dus elke behandeling moet nu kennis geven. Dus u zal de dienst gebruiken bij elke nieuwe voorschrift of bij het ervaren van een behandeling. Als de behandeling herstart was door een andere kiné. Kennisgeven van elke behandeling door een kopie van het voorschrift in bijlage. Dat is ook iets nieuws, maar het zal gemakkelijker zijn voor de derde en de vierde dienst die later zal uitgelegd worden. De belangrijkste voordelen, u gaat echt op de hoogte blijven over de eventuele kinebehandelingen van uw patiënten, lopen of in het verleden. Dus we gaan in het verleden tot 2 jaar gaan. En dat e-agreement staat de elektronische getuigschriften voor verstrekte hulp toe. Dus hoe kan dat? Dat is dus verplicht voor de derde en de vierde diensten voor de kine, dus e-attest en e-fact. Dus e-attest en e-fact, het is de meer bekende diensten bij MyCareNet. Dus dat is echt een elektronische getuigschrift voor verstrekte hulp doorsturen. Er zijn 2 verschillende diensten, 2 aparte dingen. De eerste e-attest is gebruikt voor de contante betaling van het lid. En dan de tweede e-fact, het is dezelfde, maar voor de derde betaler. De basisprincipe, dus na de digitalisering van de sector, is echt e-attest of e-fact gebruikt na elke verstrekking. Na elke verstrekking gaat u een e-attest of een e-fact sturen. Het zal niet meer nodig om de medische voorschriften toe te voegen, omdat de VI's hadden al de medische voorschriften gekregen via e-agreement. Dus er is een directe link tussen de verschillende projecten. En de belangrijkste voordelen, een betere kwaliteit van de tellers. U weet dat vandaag echt een probleem is voor de courante pathologie bijvoorbeeld. En dus we proberen toch oplossingen te vinden om de kwaliteit van de tellers te verbeteren. De betaling voor de patiënten vereenvoudigen ook. Het is gemakkelijker voor een patiënt om soms €20 te betalen dan in 1 keer €200 te betalen, bijvoorbeeld. En geminimaliseer de geschilproblemen. Dus 1 verstrekking is echt 1 betaling, zoals voor de andere sectoren. Om samen te vatten, de wisselwerking MyCareNet. Hoe gebeurt het? U ontvangt uw patiënt in uw praktijk. Hij geeft u een voorschrift. U gaat uw soft gebruiken voor raadpleging via MDA en via e-agreement te kunnen doen. Dus er zijn elektronische uitwisselingenberichten met de VI. U hebt een up-to-date view over de behandelingen en de verzekerbaarheid van uw patiënten. U mag dan uw verstrekking doen en na uw verstrekking gaat u opnieuw uw soft gebruiken om een e-attest of een e-fact te sturen direct aan de VI. En dan de VI kan de terugbetalen doen direct aan de patiënt als u e-attest hebt gebruikt of direct aan u via de derde betaling
als je IFACT gebruikt hebt. De terugbetaling gebeurt normaal gezien binnen de 3 dagen, de 3 werkdagen. Qua planning en next steps voor de kiné, MDA is al beschikbaar in productie voor de software. Dus u mag misschien MDA al gebruiken. En voor de 3 laatste projecten of diensten, e-agreement, e-attest en e-fact, zullen vanaf februari 2022 beschikbaar zijn in productie voor de software. Dan moeten de software sommige testen doen bij het NIC. Dus dat betekent niet speciaal dat ze in februari of in maart deze dienst al beschikbaar zijn in uw soft. Dus elke softwarepakket heeft zijn eigen agenda. En dan de digitalisering van de andere sectoren door de VI. Is er iets voorzien? Dus ja, inderdaad, we gaan de roadmap kiné hergebruiken voor verschillende sectoren. En dus de VI's hebben een prioriteit, een hoge prioriteit gegeven voor dit jaar en de 2 volgende jaren voor volgende sectoren, logopedie, bandagisterie en orthopedie. Voilà, het is alles voor mij. Bedankt. Ik hoop dat ik heb toch nuttige informatie kunnen geven in een beperkte tijd. Tot binnenkort als gebruiker van de MyCarnet Services. Dank u, goedenavond. Goedenavond allemaal. Ik ben Lies Maartens. Ik ben teamleader van de salesafdeling van Oxygen. En vanavond hebben wij al 2 interessante presentaties gehoord over e-health en over digitalisering. En het is nu mijn job om jullie vanavond wat meer duiding te geven over wat het precies betekent binnen Oxygen en welke zaken wij op vlak van digitalisering aanbieden. Vorig jaar in november hebben wij ook een virtueel evenement georganiseerd. Dat virtuele evenement ging dan ook over e-health. Zelfs onze productmanager Jurie de Bruyne heeft dan al iets verteld over e-health. Maar vanavond kan ik jullie effectief al bepaalde zaken gaan tonen in de software. Zoals dat Axon en het Nationaal Intermutualistisch College al hebben verteld, gaat er heel veel veranderen op vlak van e-health. Niet enkel voor kinesisten, maar ook voor heel veel andere disciplines. Al die zaken gaan stelselmatig worden gelanceerd. Dus het is heel tof dat er zoveel zaken binnen jullie jobs gaan veranderen. Allemaal zaken die jullie jobs veel gemakkelijker gaan maken. Laten we even kijken naar mijn presentatie. Want hier heb ik eventjes opgesomd van wat er allemaal gaat veranderen. Dus je ziet, met jullie e-health certificaat gaan jullie in eerste instantie heel veel extra gegevens kunnen gaan opvragen. Dus de gegevens die jullie gaan zien, gaan afhankelijk zijn per discipline. Jullie gaan bijvoorbeeld de GMD-houder zien, de mutualiteit en verzekerbaarheid, palliatieve status, medisch huis, chronische ziekte en zo verder. Daarnaast gaan jullie ook met jullie e-health-certificaat perfecte gegevens vanuit de database van e-health kunnen gaan opvragen. Dus als jullie een zorgverlener willen toevoegen, komt dan nu rechtstreeks vanuit de database van e-health. Dus die gegevens gaan ook altijd up-to-date zijn. Daarnaast kan je ook een therapeutische relatie gaan toevoegen naar de toekomst toe. Ga je kunnen inloggen met je e-health certificaat in Oxygen. Verder in de toekomst, zoals jullie al hebben gehoord, ga je dus ook aanvragen kunnen gaan versturen, goedkeuring, kennisgeving en zo verder. En ook op vlak van facturatie gaat er heel wat veranderen. Maar daar hebben ze daarnet al heel veel over verteld. Ik neem jullie eventjes mee naar Oxygen. Dus laat ik eventjes Oxygen erbij nemen. Want natuurlijk is het heel erg belangrijk dat jullie in eerste instantie een e-health certificaat gaan aanvragen. Het kan gewoon op de website van e-health. En van zodra jullie dat certificaat hebben ontvangen, kunnen jullie dat gaan registreren in Oxygen. Hoe doe je dat? Heel simpel. In Oxygen zelf ga je gewoon bovenaan naar bestanden. Vervolgens ga je naar zorgverleners. Je selecteert je eigen naam. En dan in het 2e tabblad, onder info zorgverlener, heb je hier de mogelijkheid om je e-health certificaat toe te voegen. Dus zeker iets wat jullie binnenkort kunnen doen als je dat nog niet hebt gedaan. Moest er problemen zijn, zijn er bepaalde zaken die niet lukken,
contacteer ons zeker. Onze support kan jullie daar zeker en vast in begeleiden. Wanneer jullie dat e-health-certificaat hebben toegevoegd, gaat er ook een heel nieuwe wereld voor jullie open. Ik ga eventjes naar een dossier gaan, hier rechtsbovenaan bijvoorbeeld van Thomas. Ik ga het hier eventjes openen. En eventjes zijn patiëntenfiche er gaan bijnemen. En dan zie je dat er hier al bepaalde zaken zijn veranderd. Dus dat is ook iets wat in de software gaat worden aangepast. Onder mutualiteitsgegevens ga je een knop hebben opvragen. En wanneer dat je daarop klikt, ga je connectie leggen met e-health en dus alle gegevens van die patiënt kunnen gaan opvragen. Hier zie je dan bijvoorbeeld dat je de verzekerbaarheid krijgt, de mutualiteit, inschrijvingsnummer, allemaal informatie betreffende betalingen, statuut chronische aandoening, GMD-houder, palliatieve status. Dus je ziet dat je direct heel veel informatie automatisch binnenkrijgt. Allemaal zaken die ervoor gaan zorgen dat alles correct wordt verwerkt. In Oxygen hadden jullie al de mogelijkheid om bij relaties, dus hieronder, om bijvoorbeeld zorgverleners te gaan toevoegen. Vroeger in het verleden moesten wij vanuit software elke maand nieuwe gegevens gaan opvragen van het receive van wie zijn nieuwe zorgverleners. Wij willen de correcte gegevens gaan inlezen. Wij hebben dat allemaal verzameld in onze database, zodat jullie daar aankonden. Maar nu gaat er eigenlijk een rechtstreeks link gelegd worden met de database van e-health. Dus dat zorgt ervoor, als je hier op een naam gaat gaan zoeken, bijvoorbeeld, voilà, bijvoorbeeld Bakar Samir, voilà, dat hier de gegevens automatisch ook worden toegevoegd en dat dat ook allemaal up-to-date gegevens zijn die hierin komen. Dus je ziet dat het heel veel voordelen heeft om je e-health certificaat te gaan toevoegen. Wat zat er al in Oxygen en kunnen jullie gebruiken met jullie e-health certificaat? Is dat jullie bijvoorbeeld een verslag kunnen doorsturen naar andere artsen, andere zorgverleners via de e-health box. We krijgen daar nog heel wat vragen over, dus ik ga gewoon eventjes kort demonstreren hoe dat werkt. Dus binnen Oxygen ga je gewoon bijvoorbeeld naar je dossier. Je hebt bijvoorbeeld een bilan opgemaakt. Ga het eventjes erbij nemen, voilà. Onder synthese is alle gegevens verzameld. En dan kan je linksbovenaan naar het printertje gaan en gewoon klikken op verslag arts, bijvoorbeeld. De gegevens worden allemaal automatisch overgenomen, dus je hoeft hier geen zaken meer in te gaan geven. Je kan natuurlijk nog zaken gaan aanvullen of verwijderen, een beetje afhankelijk. Voilà. En dan kan je vervolgens helemaal bovenaan naar het enveloppe gaan en zeggen van ik wil dit nu beveiligd gaan versturen, dus via e-health, via je e-health box. We klikken hierop, we klikken op oké. Okay. En dan zie je dat ik vanuit mezelf een bericht kan gaan sturen naar de huisarts die geregistreerd was onder relaties of naar iemand anders, of ik kan nog iemand anders gaan toevoegen. Je ziet dat er hier een kleine introtekst wordt voorzien en dan het verslag zelf wordt hier in bijlage toegevoegd. En vervolgens kan je het heel gemakkelijk gaan versturen. Dus het zit nu al in Oxygen. Als je e-health certificaat erin registreert, kan je hier al gebruik van maken. Ik ga eventjes terug naar mijn presentatie. Want wat stond er daar ook bij, is dat hier de aanvragen, zoals goedkeuring en kennisgevingen, dat je dat ook op die manier had kunnen versturen. Dus in Oxygen gaat dat gelijkaardig gebeuren. Jullie weten dat jullie document bijvoorbeeld voor kennisgeving automatisch kunnen genereren. En dan ga je daar ook de knop hebben om dat beveiligd te gaan versturen. Maar dan naar de mutualiteit bijvoorbeeld. Je ziet hier dat er ook op vlak van facturatie heel veel gaat veranderen. Dus dat staat ook op de planning. Dat gaat natuurlijk ook invloed hebben op matrixprinters, op de getuigsattesten dat jullie allemaal aankochten. Ik zou zeggen, bewaar die matrixprinter nog, smijt hem nog niet weg. Want wij hebben gehoord dat er sowieso een overgangsperiode gaat zijn. Dus die matrixprinter ga je wel nog eventjes kunnen gebruiken. Dan zijn er ook nog twee andere zaken op vlak van e-health die in Oxygen gaan komen. En het eerste aspect is dat je ook heel gemakkelijk in Oxygen had kunnen inloggen met je e-health certificaat. Dus je ziet hier dat je perfect normaal nu kan inloggen met je wachtwoord.
Maar in de toekomst, hoe ga je kunnen kiezen? Als je een e-health certificaat hebt, ga je ook perfect kunnen inloggen met e-health zelf. Dat zorgt er ook voor als je dan tijdens de werking in het pakket iets wilt doen, zaken opvragen via e-health of een verslag versturen bijvoorbeeld, dat je niet opnieuw gaat moeten inloggen in e-health. Die sessie blijft actief. Dus biedt ook alleen maar voordelen. Wat komt er nog in? Is een therapeutische relatie. Dus je had een therapeutische relatie kunnen leggen tussen een zorgverlener en tussen een patiënt. De zorgverlener die een therapeutische relatie heeft met die patiënt, gaat iets meer rechten hebben, meer zaken kunnen zien van de patiënt. Dus dat biedt ook alleen maar voordelen. Naast de zaken dat we allemaal implementeren voor e-health, zijn we ook heel hard bezig aan de homologatie. Dus er gaan heel wat nieuwe zaken in Oxygen komen in het kader van de homologatie. Onze ontwikkelaars zijn daar constant mee bezig om jullie echt een perfect pakket aan te bieden die aan alle noden voldoet. Wat komt er allemaal in? Dus een helder vernieuwde bilans zijn. In een patiëntenfiche ga je een zorgteam kunnen opvragen. Er gaat een connectie zijn met Belrai. En er komt bijvoorbeeld ook een link met AB PracticeNet. Laten we eerst eventjes gaan kijken naar het bilans zelf. Dus het bilans dat jullie op dit ogenblik kennen, zijn eigenlijk allemaal verschillende tabbladen. Maar het bilans dat er effectief gaat inkomen, gaat er eigenlijk helemaal anders uitzien. Dus je ziet dat we eerder gaan werken met een boomstructuur, met allemaal verschillende mappen die kunnen worden opengeklikt. Je ziet hier dat er ook bepaalde zaken in het vet staan. Als je iets hebt genoteerd onder een bepaald item, komt het in het vet. Dus dat maakt het ook heel wat overzichtelijk. Het zal dus aan jullie binnen de praktijk de bedoeling zijn dat je zelf gaat gaan kijken van welke zaken zijn voor ons handig, welke zaken gaan we gaan gebruiken, welke zaken zijn interessant voor de patiënt. En die zaken kan je dan ook gemakkelijk gaan invullen. Maar je ziet eigenlijk in één overzicht heb je een totaal beeld van welke zaken zijn ingevuld en waar kan ik informatie gaan terugvinden. Een andere nieuwigheid dat er ook in komt, en mijn collega's hebben voor de presentatie daar ook al over gesproken, is een connectie met Belrai. Ken je Belrai niet? Ga zeker en vast een keer eventjes gaan kijken op die website. Het is heel interessant, want je vindt daar heel wat vragenlijsten terug dat je gewoon kan gaan gebruiken om het functioneren van je patiënt te gaan analyseren, bijvoorbeeld op vlak van sociaal aspect, fysiek en medisch aspect. Dus het is een link die rechtstreeks in Oxygen gaat zitten, gewoon met een knop. Dus je kan er maar gebruik van maken. Wat komt er ook nog in Oxygen in het kader van de homologatie, is dat we ook een zorgteam gaan kunnen toevoegen. Dus bij een patiënt ga je kunnen kijken van welke artsen, zorgverleners zijn allemaal bezig voor mijn patiënt. Als ik een verslag maak, naar wie kan ik dat bijvoorbeeld gaan doorsturen? Bij wie kan ik informatie gaan inwinnen? Dus al die gegevens worden eigenlijk allemaal verzameld binnen het zorgteam en ga je ook in één oogopslag kunnen bekijken. En dan het volgende dat erin komt, is dan bijvoorbeeld een link met AB PracticeNet. Is misschien ook een website die onder jullie niet zo gekend is, maar is ook heel interessant. Je vindt er heel wat wetenschappelijke artikels en informatie die jullie behandeling bij patiënten kan gaan ondersteunen. Dus surf zeker alvast een keer naar AB PracticeNet. Neem daar zeker alvast al een kijkje. En binnen Oxygen gaat er ook daar een knop komen om dan rechtstreeks daar terecht te komen. Dus je ziet dat wij inderdaad niet stilzitten. En ook op vlak van digitalisatie zitten wij niet stil. Jullie weten, wij hebben op dit ogenblik tal van modules. Wij hebben module voor een koppeling met Biconic. Wij hebben een module om bijvoorbeeld oefenschema's te maken voor patiënten met video's in. Dat heet OxyMoves. Wij hebben onze module OxyBoxy, waarbij dat je van op afstand perfect je agenda kan gaan bekijken. Waarbij dat je gegevens kan gaan consulteren, ingeven. Je agenda ook kan gaan aanvullen, waarbij dat sms'jes bijvoorbeeld ook automatisch worden verstuurd als herinnering aan de patiënt. En het is nu ook in die module OxyBoxy dat we kleine aanpassingen hebben gedaan.
Want, jullie weten, onze klanten die beschikken over Oxyboxy kunnen ook gebruik maken van OxyCity. En OxyCity is een patiëntenportaal waar patiënten heel gemakkelijk afspraken kunnen gaan inboeken bij hun zorgverlener. Daar is er nu een aanpassing gedaan. Ik ga dat zo meteen eventjes tonen. Maar je kan de agenda op een dagweergave gaan zetten. Je kan gaan zoeken naar een eerstvolgende afspraak. En een heel grote verandering is dat je nu ook videoconsultatieafspraken kan gaan inboeken. Dus de patiënt kan ook in plaats van een sessie bij jou ter plaatse een videoconsultatie bij jou gaan vragen. Daarvoor heb je natuurlijk onze module CleakTalk nodig, maar die is nu volledig geïntegreerd in Oxyboxy om jullie leven gemakkelijker te maken. Laten we eventjes gaan kijken. We surfen even naar OxyCity. Dus voor degenen die OxyCity nog niet kennen, dat is ons patiëntenportaal waar je gewoon je praktijk op kan gaan zetten. Dus ik ga eventjes naar mijn eigen praktijk, Maartens Lies. Dus ik vind die hier perfect terug. Weet ook dat je deze knop Maak afspraak ook gewoon op je eigen website kan gaan zetten. Dus als die knop op je website staat, kunnen patiënten ook direct een afspraak in jouw agenda inboeken. Dus we gaan het eventjes doen. Ik klik hier op Maak afspraak. Ik moet mijn gegevens gaan ingeven. Dus ik log eventjes in. Voilà. En nu ben ik ingelogd als patiënt en wil ik een afspraak maken in die praktijk. Dus ik wil hier bijvoorbeeld bij de kinesist een afspraak gaan maken. Ik kan hier kiezen om naar de eerstvolgende afspraak te gaan. Dat is perfect mogelijk. Je ziet ook dat het hier dan verandert naar een dagweergave. Ik wil toch het weekoverzicht zien. En ik wil bijvoorbeeld vrijdag een afspraak gaan maken. Ik klik op oké. Ik kan de reden van de afspraak gaan ingeven. En dan zie je hier dat ik zelf ook kan kiezen dat het een videoconsult wordt. Dus ik ga dat nu bijvoorbeeld even aanvinken. Het is eigenlijk eerder een gesprek dat ik wens in plaats van echt een sessie. Dus ik klik op videoconsult. Ik verklaar mij akkoord met de voorwaarden. En ik boek de afspraak in. Die afspraak is dus met succes aangemaakt. Ik klik op oké. En ik kom in mijn profiel terecht. Dus dit is mijn OxyCity profiel. En dan zie je ook dat je hier mijn afspraak ziet. En wat zie je hier mooi? Dat er hier ook een videocameraatje is bijgekomen. En dat wil zeggen dat het een videocall is die ik heb gevraagd. Het is dan ook de bedoeling, wanneer dat ik die afspraak heb, dat ik gewoon inlog in OxyCity en hier dan op klik om die videocall te starten. Als we dan eventjes gaan kijken vanuit het perspectief van de zorgverlener zelf, dus jullie agenda, surfen we eventjes naar Oxyboxy. En ik ga naar mijn agenda. En dan zie je eigenlijk perfect wat er is ingepland. Dus die afspraak op vrijdag is hier terechtgekomen. En ook hier is er een icoontje van een camera bijgekomen. Dus dan is het ook voor mij perfect duidelijk. Oké, dit is een videocall dat de patiënt wenst. Dus dat maakt het heel erg overzichtelijk in mijn agenda zelf. Je ziet dus dat wij niet stilzitten, dat wij stelselgewijs heel veel zaken toevoegen om alles te gaan digitaliseren. Dus ik zou zeker en vast zeggen van, aarzel zeker en vast niet om aan Twist te vragen. Wij hebben consultants die ook de baan opgaan om te gaan kijken wat er allemaal nodig is binnen jullie praktijk. En dan kunnen wij jullie helpen om echt jullie praktijk helemaal te gaan digitaliseren. Omdat we vanavond een speciale avond zijn en we alle mensen willen belonen die hier vanavond live aan het volgen zijn of zich hebben inschreven voor het evenement, hebben we toestemming gekregen om ook een heel mooie promotie te geven. Wij mogen 50% korting geven op iedereen die deze week een bestelling plaatst. Dus 50% korting op alle eenmalige setupkosten. Dus dat is een heel mooie promo. Als je nog van plan bent om iets te bestellen, doe het zeker deze week. Want er komt 50% korting op die eenmalige setupkosten. Als je een offerte vraagt, vermeld dan misschien nog eventjes gewoon dat je aanwezig was op het evenement. Of vermeld de code CGM Event 2021. Dus CGM Event 2021.
21. En dan maak je, dan krijg je gewoon sowieso die 50% korting op de eenmalige setup kost. Ik ben aan het einde gekomen van mijn presentatie. Ik hoop dat jullie het duidelijk vonden. Als jullie nog vragen hebben voor ons of voor ons team, stuur gewoon een mailtje naar info.be@cgm.com en dan doen wij het nodige om jullie verder te helpen. Dan ga ik eventjes het beeld doorgeven aan Sven Ornelis. We gaan er nog een lab op geven, een feestje bouwen. En ik ben heel benieuwd wie vanavond die laptop gaat winnen, want ook dat geven wij vanavond nog weg. Prettige avond. Dag.